Nemma praten, gitter allerbeugend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Heeft u plannen voor hemelvaart? Nou, we gaan altijd fietsen. En een flinke fietstocht maken is bij ons in de buurt, ik kom uit Hengelo, uit het Twenteland, is een goed gebeuren. Dus wij houden ons daaraan, een heerlijk dagje fietsen. Hopen dat het weer een beetje mee zit. En dan maken wij er een gezellige dag van. Ik hoorde zojuist op het radiojournaal dat er morgen regen is verwacht. Ja, dat is natuurlijk jammer, maar we hebben heel goed regenpak. Dus we laten ons niet kisten door de buien. Wat zijn jouw plannetjes morgen op de vrije dag? Wat ga je morgen doen? Weet je niet. Laat maar, is ook goed. Dank u wel. Helemaal niet. Gewoon lekker thuis blijven, heerlijk. Op het balkonnetje, in het zonnetje. En lekker genieten. Heeft hemelvaart nog een religieuze betekenis voor u? Nee, ik ben absoluut niet religieus. Ik geloof niet in God. Hoeft ook niet, hè? Nee, helemaal niet. Wordt er niet minder gelukkig van, hoor. Nee, echt waar niet. Kent u wel de betekenis van hemelvaart of ook niet? Ten hemelopstijging, hè? Van een aantal, hotemethoden, geloof ik. En misschien God zelf ook nog wel, hè? Jezus of zo? Jezus steeg ten hemel en dan met Pinksteren over 10 dagen daalt de geest van God op ons neer. Oké, geweldig. Nou, weet je ook weer wat, hè? Ja, fijn. Ja, misschien fietsen. Als het goed weer is, gaan we wat fietsen, ja. Heeft hemelvaart voor u een religieuze betekenis? Nee, niet echt. Nee. Vindt u, hè, want het is een nationale feestdag, hè, maar we zijn nu toch wel een multiculturele samenleving, dat dan alleen de christelijke feestdagen, dat we allemaal vrij zijn? Hoe staat u daarin? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Als je dus, ook de Ramadan en dat soort dingen allemaal. Maar je bent hier, als je dus in Marokko zit, ik noem maar even iets. Ja, dan kun je niet de christelijke dagen vieren, vind ik. En andersom ook niet hier. Natuurlijk mogen bijvoorbeeld moslims wel, hè, voor hun grote belangrijke feestdagen, kunnen ze ook vrij krijgen, hè, van het werk. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Maar dan moet mijn hemelvaart wel werken. Ja. Maar dan hebben ze volgens mij ook gewoon lekker vrij. Ja, denk het wel, ja. Ze hebben extra vrij, ja. Eigenlijk nog niet echt. Ik ben vrij en ik ben thuis met mijn zoon. Dus we gaan wel kijken wat we doen. Heeft hemelvaart voor u nog een religieuze betekenis? Nee, niet echt. Ik ben niet echt gelovig. Maar ik weet wel waar het voor staat en ik ken het verhaal. Maar verder, heeft het voor mij geen religieuze betekenis. Ja, misschien gaan we even... Het wordt niet zo mooi weer, geloof ik, hè? Dus ik kijk wel gewoon lekker thuis. En mijn man is met mijn andere zoon naar een voetbaltoernooi. Misschien gaan we daarna nog even langs gaan. Nou ja, dat we zien wel. Ja, dus nog geen specifieke plannen. Ja, morgen braderie. Een van de drukste dagen van het jaar. Mag ik vragen waar? In Arnhem, op de Hommelseweg. Hoezo is dat voor u een van de drukste dagen van het jaar? Ja, veel mensen die daar een dagje vrij zijn. En dan lekker komen snabbelen, eten, lekker op de markt. Dus in Arnhem, leuk. Compenseert u dan zo'n drukke werkdag op een andere dag? Jazeker, dat doen we zeker. Dan nemen we lekker een dagje extra vrij, omdat we dan op de vrije dag zo druk zijn. Ik wil u in ieder geval morgen gewoon een hele mooie omzet en een goede zakendag wensen hier in Arnhem. Ja, daar gaan we zeker voor. Het is mooi weer. Het is mooi weer voor de markt. Het gaat wel een beetje regenen. Dat is juist goed. Dan gaan ze mensen meer eten. Anders gaan ze allemaal naar het strand. Ja, mijn dochter is jarig. Dus het komt heel mooi uit dat het een vrijdag is. Gefeliciteerd alvast. Leuk feestje in de planning? Jazeker, er komt een heleboel bezoek, dus dat kan mooi omdat het een vrije dag is, hè, op de dag zelf. Ja. Mag ik vragen hoe oud ze wordt? 8 jaar. En veel vriendinnetjes die er morgen komen? Ja, een paar vriendinnetjes en familie natuurlijk, wat buren, ja. Heeft hemelvaart nog een religieuze betekenis voor u?
Eigenlijk te weinig, alhoewel we het wel toevallig gisteren met de kinderen over gehad hebben. Om toch ook wel uit te leggen, want ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat ze het weten. Dus ik zit altijd zelf een beetje in twijfel. Ik vind het eigenlijk belangrijk dat ze weten waarom het is. Maar je merkt ook dat je er steeds minder echt bewust aandacht aan besteedt. Maar ik vertel het ze wel. Ik merk altijd wel dat het gek is natuurlijk. Dan moet je altijd eigenlijk ook wel even Pasen uitleggen en dan met Pinksteren. Want anders is het hele hemelvaart sowieso heel logisch. Dus dan merk ik wel dat ik altijd het hele verhaal pak. Maar het blijft natuurlijk wel heel vreemd. Hoe kan dat dan? Hè? Dat u naar de hemel gaat. Hoe werkt dat dan? Ja, dat is eigenlijk, het blijft moeilijk om uit te leggen. Het zou bijna een sprookje kunnen zijn, hè? Nou, eigenlijk ervaren ze het op die manier van, oh, het is een mooi verhaaltje. Leuk. Maar ja, dat is hoe ik het als kind denk ik zelf ook ervaren heb. Het zijn gewoon mooie verhalen. Hè? En zo ervaren zij het nu ook, denk ik. Ja.